Alle begin is moeilijk, zo ook voor HC Den Bosch vandaag. Pas 5 minuten gespeeld in de finale. En hier is Kaya van Maasakker. Ze pusht raak, 0-1 voor SCHC. En het wordt erger, 5 minuten later is daar opnieuw Kaya van Maasakker. Onberispelijke strafcorner. Iedereen en alles in Den Bosch vreest dan een horrorscenario. Maar dan, strafcorner voor Den Bosch. De push en Maartje Ketelaar denkt, weet je wat, ik zet mijn sticker tegen. Raak, 1-2. En de hoop bij Den Bosch keert terug. Maar toch, het lijkt maar niet te willen lukken voor Den Bosch. Tot 1 minuut voor tijd. Hier is het kanon, Maartje Paume. En alles wat Den Bosch is, springt en gilt. 2-2 in extremis. Dat betekent shootouts en die gaan lang gelijk op. Dit is Maaike Stukkel voor SCHC en die scoort. Dat betekent dat Vera Vorstenbosch moet scoren, maar dat doet ze niet. SCHC wint de Europa Cup. Den Bosch heeft gestreden, maar staat met lege handen. We hebben gewoon zo hard teruggeknokt in de wedstrijd. En ja, dat moet je ook maar weer doen. Je kunt ook gewoon 2-1 verliezen en wij maken hem toch weer in de laatste minuut. En dat is gewoon echt onze kracht. Er mogen tranen zijn. Het is gewoon, ja, het is gewoon kloten dat je hem verliest. En ja, overmorgen is die knop weer om en gaan we door naar de volgende prijs.